Zo een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Vanmorgen geen hardlopen. Gisterenmorgen ben ik al naar de fitness geweest. Ik heb mijn fitnessdingetjes gedaan. En vandaag beginnen we weer met de competitie. Juliana, 11 uur aanwezig zijn. Natuurlijk had ik eerder op kunnen staan. Maar ja, gisteren ook een feestje gehad. Dat is ook iets later geworden. Ik denk nou, dan vandaag maar een keer overslaan. Maar is overslaan voor mij niet altijd een leuk ding. Want vaak dan heb ik dan zoiets van, oh, dat doe ik de volgende keer weer. Dus ik ben het heel makkelijk genegen om, tenminste in sommige gevallen, heel makkelijk genegen om dan te zeggen van de volgende keer van, ah, doe ik de volgende keer wel. Maar ja, van uitstel komt afstel. En dat had ik eigenlijk bij de fitness ook. Bijna anderhalve week niet gesport. Niet naar de fitness geweest. Temperatuur. Dingen die je doet in de vakantie. Morgen begint mijn werk weer. Zit mijn 3 weken zit erop. Dus we gaan weer werken. En dan krijg je weer een heel ander ritme. Zoals ik al zeg, nou met de vakantie ook. Dan ga je klusjes doen en dan denk je op zich van klusjes op tijd klaar. Ik ga lekker gaan sporten. Nou, dan is het warm. Ik denk dat ik toch maar even lekker thuis blijf. Toch helemaal even niet. Dus ja, dat zijn al van die dingetjes. Maar zoals ik al zeg, gisteren natuurlijk gesport. En ja, dat was wel lekker, moet ik zeggen. 2 uurtje in sportschool geweest. En ja, natuurlijk, al kan ik 4 uur in sportschool zijn, wil niet zeggen dat ik iets gedaan heb, maar nee, ik heb wel degelijk wat gedaan. Ik heb zo'n programmaatje, wat op de telefoon staat, is een app van de sportschool. En ja, dan kun je allerlei oefeningen invullen. Of aangeven welke spiergroep dat je getraind hebt, dat geeft hij aan. Met welke attributen of machines of apparaten waar je mee kan werken of mee moet werken. Dat is heel uitgebreid. Alleen ik heb gemerkt dat ik moet een nieuw schemaatje maken. Ik moet een nieuwe trainingsvorm maken. Dus we hebben andere apparaten. Die staan niet in deze app. Dus ja, dan moet ik even gaan zoeken naar alternatieven wat dan beter aansluit op de apparaten die er zijn. Nou, gisteren ook even wat uitleg gehad bij 2 apparaten hoe dat zit met de oude modellen. Bijvoorbeeld voor je borstspieren. Er was daar een apparaat waar je recht zit en dan van je afduwt. Nou hebben ze die dus niet. We hebben wel eentje die dan die dit doet zo. Het gewicht naar boven, maar dat is dus niet recht vooruit. Dan hebben ze een apparaat waar je zeg maar met een bankje die kun je in hoeken stellen en dan kun je omhoog, recht omhoog of schuin. Nou, dat is dan eigenlijk de vervanger. Dus op de bank een beetje schuin die, dan doe je eigenlijk toch alsof je zeg maar een soort bijna een bankdruk idee hebt. Nou, dat dus. En nu gaan we naar Juliana. De eerste training weer voor het seizoen vanaf die dan vanaf eind augustus gaat starten met de competitie. Ik ben benieuwd. Er zijn een paar nieuwe clubs tussen. Een keer naar Utrecht, een keer naar Amersfoort. Ik ken Atelier, Halster, die is bij ons in de dingen gebleven, in de pool. Dus ja, dat zijn allemaal van die verre. Oh ja, VV Echt, VVE. Dus we kunnen weer 3 keer naar Limburg. Of 2 keer. 3 keer, 2 keer. Oh ja, en Van Rij. Ook Limburg, 3 keer Limburg. Ja, daarentegen, we hebben ook ABC en Union nog steeds erbij. Dus voor Orion. Orion.
er goed komen. Nou, voor de rest. Oh ja. We waren van de week naar een dagje Koblenz gedaan. Superleuke stad. Daar wilde ik al een jaar of drie. Dat heb ik volgens mij in andere vlogs ook al verteld. En het kwam er maar niet van, En nu had ik echt zoiets van, we gaan. We gaan gewoon een dag naar Koblenz. Ik wilde eerst kijken voor een overnachting erbij. Maar dat ging dus niet lukken. In verband met het werk van mijn vrouw, van Wil. Dus dat ging niet. Dus ik moest een dag. Ja, dan maar 's morgens gewoon vertrekken. In een uurtje of 2 uur, 3 kwartier. Zijn we ongeveer in Koblenz. Dus ja, weet je, ja, je kan zeggen het is ver rijden, maar ja, qua tijd valt best wel mee. We waren dan mooi op tijd, 's morgens vroeg. Het was rustig. We hebben de kabelbaan route tour hebben we gedaan, plus het slot wat daarboven is, super mooi. Dan kun je ook meteen zien dat het ook allemaal wel van vroeger uit al behoorlijk economisch aangelegd was daar zo. Met de wijnboeren en weet ik het allemaal. Je zit natuurlijk midden in de wijnstreek. De Moezel. Dus ja, wat dat betreft, dat was mooi. Mooi. Ik had nog één kasteel willen bezoeken. Maar ja, we hadden best wel veel gelopen, want het is wel veel lopen daar zo. We hadden best wel veel gelopen en toen hadden de dames iets van, nou, dat gaan we nu doen. Dus, uitnodiging, we gaan nog een keer terug. Dus, hartstikke leuk. Aanradertje, tip, Koblenz. Dagje, voldoende te doen, parkeren betaalbaar. Ik ben een hele dag gestaan. Het is een dagkaart voor 15 euro. Dagkaart 15 euro, mensen. 15 euro. Waar vind je dat hier in Nederland, een dagkaart? En uiteindelijk was ik 12 euro kwijt. Maar eerder gegaan dan, zo, bij zoveel uur gaat dan, geldt dan een dagkaart. Ik was 12 euro kwijt. Voor bijna een dag. Daar in de parkeergarage staan. Nice. Nog betaalbaar. Prijzen bij de horeca ook nog gewoon betaalbaar. Ook waar je daar af en toe eens denkt van, nou, dat weet ik niet, maar dan ga je op een gegeven moment terugkijken naar de hoeveelheid wat je krijgt. Ja, dan krijg je daar, wat je hier nou voor 30 cl betaalt, voor 33 cl betaalt, krijg je daar gewoon een half liter. Dus ja, hey. En dat maakt wel het verschil. Tanken, terugweg, of heenweg hebben we eerst getankt, zijn we naar Vierze geweest. 'S morgens vroeg. Had ik daar getankt, was je 1,77. Ik kom 's middags komen we terug. En nou, natuurlijk met de gedachte van, dan gaan we niet even voordat we dan naar Nederland gaan, doen we daar nog even vol tanken. Dus wat deed ik op 1,66. 1,66. Lekker man. Dan kan je tenminste voor tanken. Dus volgegooid. Ja, daar rijd ik nou nog van. Dus wat dat betreft. Top. Goed. Jij is een wat langere zondag praten, omdat ik natuurlijk nou niet die korte route heb naar huis. Maar ik ben nu onderweg naar Ljubljana, zoals ik al een paar keer vernoemd heb. En ik ben nu op de snelweg. Dus bij deze ga ik afsluiten. Ik zou in ieder geval zeggen van, heb je dit leuk gevonden? Blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zie je volgende week weer terug. Ik zou zeggen, tjoe!